Hartelijk welkom bij Ecclesia Evangeliekorps Holland. Ik ga deze keer een hele belangrijke Bijbelstudie voor u maken. Een Bijbelstudie die in kerken en kringen altijd verkeerd wordt uitgelegd. Voor mensen die de Bijbel een beetje kennen, zullen ze denken: hey, dat is een bekend onderdeel van het Nieuwe Testament. Ik ga namelijk spreken over zending. Ik ga spreken over het grote zendingsbevel die de gezalfde koning van Israël heeft gegeven vlak voor zijn hemelvaart. Hij heeft gezegd: maak al de volkeren tot mijn discipelen. Maar de vraag is: welk volk of volkeren heeft de opdrachtgever op het oog? Daarom eerst een korte inleiding voor deze studie. Wij worden vandaag in ons land meer dan ooit tevoren geconfronteerd met een veelheid van nationaliteiten, die een enorme scala van religies en culturen met zich meebrengen. De een ervaart het als een verrijking, de anderen als een bedreiging. Het punt is: hoe gaan we ermee om? Hebben wij als Nederlands volk een bepaalde erfenis gekregen die wij moeten bewaren? En welke roeping en taak hebben wij ten opzichte van deze nationaliteiten? En niet te vergeten ten opzichte van ons eigen volk, onze kinderen, onze jeugd. Hebben wij hen iets positiefs mee te delen dat verankerd is in onze geschiedenis en in Gods leiding met ons volk? In de Bijbel, een veelkleurige mondiaal en multicultureel boek waarvan elke denkbare gedachte, zeden, norm en religieuze verering zijn basis in kan vinden. Of is het woord van God binnen de veelkleurige wijsheid Gods die er doorheen straalt ook zwart-wit? Scheert de Bijbel elk volk en elke godsdienst over één kam? Of zijn er grenzen en worden er lijnen getrokken? Het is onze overtuiging dat het laatste inderdaad het geval is. Veel is er gesproken en geschreven om te bewijzen dat alle mensen tussen haakjes gelijk zijn voor God en dat alle gelovigen broeders, schuine streep, zusters of naasten van elkaar zijn. Maar dit is in de ganse schrift niet te vinden. Het gehele godsplan van Genesis tot Openbaring draait om één volk, namelijk Israël. Gods schepping en eigendomsvolk. Israël in het Oude Testament is een volk, schuine streep een koninkrijk en geen kerk. Ook in het Nieuwe Testament is aan en voor Israël geschreven. De Bijbel verdeelt het mensenras, zoals we dat noemen, in twee hoofdgroepen die veel van elkaar verschillen. Aan de ene kant zijn daar de naties of volkeren. In het Engels is dat heathen of gentiles. En aan de andere kant is dat Israël. Deze staan altijd tegenover elkaar in de profetieën. Als wij inzicht in de profetische boeken willen krijgen, dan moet dit feit duidelijk in gedachten worden gehouden. Verder moet men het verschil tussen Israël en Juda kennen. Als dit in de juiste verhouding wordt onderscheiden, zal de schrift voor u de juiste betekenis krijgen. En u zult beseffen dat het woord door de Heilige Geest is ingegeven en door God geïnspireerd. Als wij de Bijbel goed lezen, dan zien we dat Gods plan is dat zijn volk, dat is Israël, waar wij als Nederlands volk een deel van uitmaken, opnieuw in de rechte verhouding moet komen tot God en moeten wij erkennen dat wij werkelijk zijn kinderen zijn. God heeft geen adoptiekinderen uit de heidenvolkeren. Dat Gods woord ons brood is, maar dat ook die niet tot Israël behoren, toch van de kruimels mogen eten. Maar de tragedie, figuurlijk gesproken, is dat op onze tafels niet eens meer het ware brood van God ligt. Wij concentreren ons op de heidenen
dus de niet-Israël volkeren, en aan die heidenen moet het evangelie gebracht worden. Laten wij dikwijls onze eigen volksgenoten geestelijk honger laten lijden. Later in deze studie zullen wij zien wat een kapitale fout wij maken in ons christelijk denken. Ik kijk naar het wonder van het geschreven woord van God in onze eigen taal. De Bijbel is een wonderlijk boek. Het bevat de geschiedenis van het door God speciaal uitverkoren volk Israël. Het is een boek vol liefde. Het beschrijft ook de strijd van zonden en hoogmoed van het volk tegen een God, wat na vele malen te zijn gewaarschuwd, tenslotte uitmondt in de ondergang van Israël als Gods koninkrijk op aarde. Het is ook het verhaal van Gods huwelijk met twee vrouwen en daaruit geboren kinderen, waarvan God zegt, dubbele punt, Efraïm, zijn de 10 stammen, is mijn eerstgeboren zoon. Het is tevens het verhaal van een vader en zijn kinderen, in welk een ander boek dan de Bijbel kan men lezen van de geweldige verlossingsplan van God om zijn volk Israël vrij te kopen en te herstellen als zijn volmaakt koninkrijk. Ja, hij spreekt zelfs van een vernieuwing van de gehele kosmos, waar Gods zonen een belangrijke rol in spelen. En waar wordt de overwinning over de dood en de hel, de twee grootste vijanden van de mens, zo uitvoerig besproken als in de Bijbel. Daarom moet het voor christenen vaststaan dat het in het bezit hebben van een Bijbel, geschreven in uw eigen taal, een groot voorrecht is. Vele eeuwen is ons Nederlandse volk verstoten geweest van de waarheid van Gods geschreven woord. In de tijd van de Rooms-Katholieke overheersing werd de Bijbel die er waren met kettingen vastgelegd in de bibliotheken van kloosters. Het gewone volk moest genoegen nemen met wat Roomse priesters leerden. De eerste Bijbel in ons land, die gedrukt is in opdracht van de Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden, was in 1618-1619. Gods woord is vrij te krijgen in Nederland. Nu kan een ieder die wil lezen en zo Gods woord tot ons volk tot zegen worden. Elk kind van God kan door te lezen zich rechtstreeks tot de Vader wenden in zijn eigen taal. De Bijbel heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in het denken van het Nederlandse volk. De Nederlandse grondwet is in grote trekken gebaseerd op Gods wet, de 10 geboden. Ook nu in onze dagen, waarvan we kunnen zeggen dat ons volk gekomen is in het dieptepunt van geestelijk verval, heeft ondanks de Heere toch nog 7000 van zijn kinderen uitgekozen om van hem te getuigen, zodat de rest inzicht krijgt in zijn grote reddingsplan voor zijn volk Israël en, let op de wereld. We leven in een tijd van grove misleiding. Het profetische woord is nu op zijn hoogtepunt gekomen. We staan zelfs aan de climax van wat er gaat gebeuren. Dingen die de wereld nog nooit heeft gezien. Ondanks dat de Bijbel het meest verkochte boek ter wereld wordt genoemd, is het in de meeste opzichten voor velen een gesloten boek. Wij moeten beseffen dat wij nu in een ernstige tijd leven. Het kan niet langer ontkend worden dat wij leven in de laatste der dagen. Bij hoe langer hoe meer mensen slaat de schrik om het hart als zij zien wat er in de wereld gebeurt. Voortdurend komen wereldleiders bijeen om te proberen een uitweg uit de problemen te vinden. Wie niet bezorgd is over de huidige wereldsituatie, is of blind voor wat er zich afspeelt, of hij vlucht voor de feiten weg in werk en in andere activiteiten, of in genot, lust en bedwelmende middelen, enzovoorts. Althans, zo somber en uitzichtloos is de situatie voor de natuurlijke mens. Vanuit Gods standpunt gaat er niets mis. Hij heeft gezegd, de duisternis zal de aarde bedekken en de donkerheid de natiën. Niets loopt voor hem uit de hand. God heeft het wereldgebeuren stevig in zijn hand. En niemand kan hem dat ontnemen.
Zijn reddingsplan voor de kosmos, -wereld, is voor de grondlegging van deze kosmos vastgelegd. God volvoert zijn plannen met goddelijke precisie. De Heer Jezus zegt dan ook, wanneer deze dingen gebeuren en beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofd omhoog, want uw verlossing genaakt. Staat in Lucas 21, vers 28. Luister aandachtig naar de stem van de goede Herder. Hij geeft aan, zoals hij dat eertijds deed aan Noach, hoe de ark moet worden gebouwd als schuilplaats voor de komende oordelen. Jesaja 60, vers 2. De profeet zegt daar: duisternis zal de aarde betrekken en de donkerheid de natiën. Maar over u, dat is Israël, zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Maar juist voor ons in deze donkere tijd geldt de gouden regel van het profetische woord, zoals de apostel Petrus ons leert. Wij achten het profetische woord daarom des te vaster en gij doet wel er acht op te geven als op een lamp die schijnt in de duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw harten. Dit moeten wij vooral weten, dat geen profetie der schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van de mens, maar door de Heilige Geest gesproken hebben mensen van Gods wegen gesproken. Ik moet zeggen, maar door de Heilige Geest gedreven, dat is heel belangrijk, hebben mensen van Gods wegen gesproken. U vindt dat in 2 Petrus, hoofdstuk 1, vers 19 tot 21. Wij willen als korps onder leiding van onze enige opperbevelhebber, de Heilige Geest, onderzoeken en doorgeven wat de profeten voor onze dagen hebben opgeschreven, zodat wij ons niet hoeven te laten misleiden. Door het profetische woord te onderzoeken, zullen we onderkennen wat de wil van God is en hoe dat ingepast kan worden in onze dagen. We zullen ons bezighouden met wat Matthäus heeft opgeschreven in hoofdstuk 28. De opgestane koning van Israël, ja, onze Heer, heeft het verraad van de Joodse leiders, die in zijn dagen opdracht aan de discipelen gegeven te gaan, heeft gezegd: ga tot die verloren schapen van het huis van Israël. Een zendingsopdracht die door maar weinig mensen is begrepen en uitgevoerd, omdat de leraren Gods boodschap niet hebben onderkend en zelf bedachte leerstellingen hebben uitgevoerd wat betreft de zending. Vele miljoenen euro's en vroeger guldens zijn er gemoeid geweest. De levens van zendelingen die omgekomen zijn, het niet slagen van hun zendingsarbeid en wat het verder allemaal gekost heeft. Wat is het resultaat van die zendingsarbeid onder de heidenvolkeren? Laten wij nu onderzoeken wat de schrift werkelijk zegt over zending en door wie die moet worden bedreven. Mag de Heere u geduldig en inzicht geven om zijn woord te verstaan en om die door te geven. Nu komen we bij dus Matthäus 28, vers 1 tot 20. Ik zeg altijd: lees mee in uw eigen Bijbel. Zet de geluidsdrager stil, pak uw Bijbel en lees mee. We gaan kijken wat de opgestane Messias van Israël heeft gezegd. Matthäus 28, vers 1 tot 20. Een belangrijk stuk die zeer aandachtig gelezen moet worden om begrip te krijgen wat de inhoud daarvan is. Laat na de Sabbat, tegen het aanbreken van de eerste dag der week, ging Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezien. En zie, er kwam een grote aardbeving, want een engel des Heren daalde uit de hemel neder en kwam nader. En hij wentelde de steen weg en zette zich erop. Zijn uiterlijk was als de bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. En de bewakers werden door vrees voor hem bevangen en ze werden als doden. Doch de engel antwoordde en zei tot de vrouwen: wees gij niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus zoekt, de
gekruisigde. Hij is niet hier, want hij is opgewekt gelijk hij gezegd heeft, kom, ziet de plaats waar hij gelegen heeft en gaat er stond of weg en zegt hij de discipelen dat hij is opgewekt uit de doden en zie, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien, zie, ik heb het u gezegd. En zij gingen te stond weg van het graf met vrees en grote blijdschap en liepen haastig voort om het zijn discipelen te berichten. En zie, Jezus kwam haar tegemoet en zeide, wees gegroet. Zij naderde hem en greep zijn voeten en zij aanbaden hem. Toen zeide Jezus daar, wees niet bevreesd, gaat heen en bericht mijn broeders dat zij naar Galilea gaan en daar zullen zij mij zien. We gaan eens kijken naar de leugen van de Joodse raad. Toen zij onderweg waren, zie enige van de wacht kwamen in de stad om de priesters al het gebeuren te berichten. En in een vergadering met de oudsten kwamen zij tot het besluit en zij gaven de soldaten geld. En ze zeiden, zeg, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen terwijl wij sliepen. En indien de stadhouder ter oren komt, wij zullen het in orde brengen en maken dat gij buiten moeite blijft. En zij namen het geld aan en deden zoals hun gezegd was. En dit gerucht is onder de Joden verbreid tot op de huidige dag toe. Nu gaan we kijken naar het zendingsbevel. En de 11 discipelen vertrokken naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bereidde. En toen ze hem zagen, aanbaden zij, maar sommigen twijfelden. En Jezus trad naderbij en sprak het en zeggen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Zeggende, en hij zegt, ga dan heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen. En doopt hem in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld. Matthäus 28 is een heerlijk hoofdstuk. Daarin wordt beschreven de opstanding van onze Heer Jezus Christus en de overige machtige dingen die daarmee gepaard gingen. Het is wonderlijk dat de engel in vers 5 gezegd heeft, wees niet bevreesd, want ik weet dat gij Jezus de gekruisigde zoekt. Op veel plaatsen in de schrift wordt gezegd om niet te vrezen. Dat is ook de basis voor ons in deze boze tijd. Vrees niet. Kan alleen werkelijkheid zijn als wij geloven in een opgestaande Heer Jezus. In ieder die niet gelooft dat Jezus leeft en niet doet wat God zegt, heeft een goede reden voor vrees. Daarom heeft de Heer Jezus in zijn profetische reden gezegd dat het hart van de mensen zullen bezwijken van vrees en van verwachting van wat er over de aarde zal komen. De krachten des hemelen zullen de aarden schudden. We leven nu in deze tijd. Word wakker en bid. De Heer geeft een zeer belangrijke opdracht aan het einde van Matthäus 28. En zijn discipelen, als hij zegt, gaat heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen en doop hem in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Wat heeft de Heer Jezus bevolen? Deze tekst wordt nogal eens gebruikt bij het dopen, dus de onderdompeling. Maar we willen met u delen wat juist niet bij deze gelegenheden wordt verteld, is in zeer vele gevallen zelfs nog nooit gezegd. De Heer Jezus gaf zijn opdracht in zijn volle opstandingsmajesteit. Hij zegt immers, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat heen, maak al de volkeren tot mijn discipelen. En doopt hem in de naam des Vaders, des Zoons, des Heilige Geestes en leert hem onderhouden al wat ik u geboden heb. En zie, ik ben u met u al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Zijn dit geen geweldige woorden? De Ecclesia van Jezus Christus heeft helaas vele van deze de kracht verloren. Veel arbeidsterrein ligt nu braak. Terwijl Jezus gezegd heeft, mij is gegeven alle macht en de Heer vervolgd en heeft dit aan zijn gemeenten, aan de Ecclesia gegeven. Hij heeft gezegd, gaat heen,
in diezelfde kracht maak al de volkeren tot mijn discipelen. En ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. Ook vandaag spreekt de Heer Jezus nog steeds tegen ons. Als wij ware discipelen van hem zijn, in een goede verhouding staan tot God, dan bezitten ook wij kracht en autoriteit om in Jezus' naam het woord te verkondigen en geen macht der hel kan ons tegenhouden. Want alle macht is aan hem gegeven en hij heeft het aan ons doorgegeven. Bedenk wel, het is ons erfrecht als Israëlieten. Dat betekent immers strijden met God of regeren met God. Hij is met ons alle dagen. Realiseren wij dat werkelijk? Deze almachtige, heerlijke Jezus, die zijn kostbaar leven en bloed voor Israël gegeven heeft, is met u en mij. Waar staat u in deze tijd? Velen van ons kennen het woord van God niet. En wie denkt het te kennen, wel te kennen, gelooft het niet. We zijn als christennatie zo krachteloos geworden. Maar zijn we nu eenmaal tot besef gekomen van zijn volbrachte werk, dan zal het voor ons een doen verlangen naar een heilig leven ontstaan. Zodat ons land gereinigd zal worden van alle drekgoden, occulte machten en andere onreinheden. Ons gedrag als volk moet veranderen. De vraag luidt: verstaan wij Gods woord? Geloven wij Gods woord? En gehoorzamen wij Gods woord? In heel veel gevallen niet. Maar waarom noemen wij ons dan vandaag nog christenen? Waarom hebben wij dan nog een Bijbel? Dit is een aanklacht tegen ons. We gaan nu kijken naar het laatste bevel van Jezus aan zijn discipelen. Wij spreken over Jezus' laatste bevel voordat hij naar de hemel gaat. De discipelen zijn gegaan tot het uiterste der aarde in de Romeinse tijd. Maar onze theologen en leraren hebben deze opdracht verkeerd opgevat en leren dat wij heidenen, dus de volkeren buiten Israël, moeten bekeren. We moeten dus de niet-Israël volkeren be-evangeliseren. Zo hebben zij ons dat geleerd. Zij leren zelfs, Israël is terzijde gesteld, zeggen de geleerde schriftkenners. Daar is nu een geestelijk Israël uit alle volkeren de aarde voor in de plaats gekomen, zeggen de Bijbeluitleggers. Maar dit vinden we nergens in de Bijbel. Wat doen we dan verkeerd, zult u zeggen? Wij brengen toch het evangelie aan al de volkeren der aarde. Nee, wij brengen onze eigen bedacht evangelie in de wereld. Wij moeten ons bekeren en doen wat de Messias van Israël ons werkelijk heeft opgedragen. Wat hij heeft opgedragen kunt u lezen in Jesaja 54 vers 13. Maak discipelen van mijn volk, sprak de Heer in Matthäus, omdat in Jesaja een belofte stond en geschreven. Daar staat, al uw zonen zullen leerlingen des Heren zijn en het heil uw zonen zal groot zijn. Maar aangezien wij blind zijn voor onze Israël-identiteit, modderen wij maar wat aan. Als wij lezen in Hebreeën 13 vers 8, dan lezen we Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Dan kan de volgende vraag gesteld worden. Kan Jezus zichzelf tegenspreken in zijn opdracht om te gaan tot heidenen, om van hen christenen te maken? Als dit zo is, dan heeft Jezus zichzelf tegengesproken in eerdere opdrachten. Als het wel zo is, dat wij alle naties tot zijn discipelen moeten maken, zonder discriminatie, alle naties zonder uitzondering, dan hebben wij een probleem met God. Want dan zijn er veel tegenstrijdigheden in zijn woord. Dan zijn er veel weerleggingen. Het bevel, zoals het aan ons en aan de gehele wereld wordt verkondigd, kan niet verstaan worden door wat hij zegt. Hij zegt en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. Wat Jezus bevolen heeft, vinden wij in de schriften, gesproken door de profeten enzovoort. Want de Heer Jezus is zelfs de geest der profetie. Maak alle volkeren tot mijn discipelen. De vraag is dan, wie zijn dan die volkeren? Als hier de niet-Israël volkeren, dus heidenen mee bedoeld worden,
is dat in tegenspraak met de profeten en zelfs tegen het woord en opdracht van de gezalfde koning van Israël. Laten wij eens kijken naar een eerder bevel gegeven aan dezelfde discipelen. Dit kunnen wij vinden van in Matteüs 10, vers 5 tot 8. Een heel belangrijk onderdeel. Deze 12 heeft Jezus uitgezonden en hij geboden zegde, wijk niet af op een weg naar heidenen. Dus hij verbiedt het hier aan zijn discipelen. En wij zeggen dat het niet zo is. Dus de niet-Israëlieten. Hij zegt, gaat geen stad van Samaritanen binnen. En dan komt hij wat hij zegt. En begeef u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. De 10 verloren stammen. Gaat en predik en zeg het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En dan komt het. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen, drijf boze geesten uit. Om niets heb gij het ontvangen, geef het om niet. Theologische tegenstrijdigheden in dit zendingsbevel. Laten we nu eens kijken naar Matteüs 28 vers 19 en 20. Een tekst door vele theologen en predikers aangehaald als het grote zendingsbevel. Maar deze wordt nooit vergeleken met wat er staat in Matteüs 10, de versen 5 tot 8. Als deze bevelen met elkaar in strijd zijn, dan is Jezus' opdracht van Matteüs 28 niet te begrijpen. Maar als deze bevelen niet in strijd zijn met elkaar, dan geeft dit een totaal andere wending aan de opdracht van Jezus, vooral in deze tijd. Jezus' opdracht is zeer duidelijk, maar voor maar één uitleg vatbaar. Hij zegt, begeef u liever tot de verloren schapen van het huis van Israël. In de oorspronkelijke tekst staat, het is mijn keuze. Zal het bevel van Matteüs 28 vers 19 en 20 dan anders zijn? Geenszins niet. Totaal niet. Daarom moeten wij het tot in de fijnste bijzonderheden onderzoeken in de profeten. Waar staat dat omtrent het alles geschreven? We lezen in Matteüs 15 waar het gaat over die Canaanese vrouw die vraagt om genezing voor haar dochters. Wat is het antwoord van de Messias? U goed luisteren. Hij echter antwoordde en zeide, en dan komt er weer een dubbele punt. Dat betekent dat we heel aandachtig moeten zijn wat hij dan gaat zeggen. Ik ben slechts gezonden, slechts alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis van Israël. Dat staat in Matteüs 15, vers 24. En als deze vrouw blijft aandringen, dan zegt de heiland het volgende, weer dubbele punt. Het is niet goed het brood der kinderen Israëls te nemen, dat is het woord, het profetische woord van God, en het de heidenen, oh pardon, de honden, dus de heidenen, voor te werpen. Dus hij verwijst naar de andere volken als honden. Ergens anders spreekt hij over varkens. Maar zij antwoordde en zegt, dubbele punt, goed op wat die heidense vrouw zegt. Zeker, heren, maar dan komt het, wat de theologen nog nooit hebben gezien. Doch ook de honden eten immers van de kruimels die van de tafel van hun meesters vallen. Ik heb al eerder aangehaald dat de Bijbel verdeelt het zogenaamde mensenras in twee hoofdgroepen die veel van elkaar verschillen. In het Engels staat nation, heathen of gentiles. En aan de andere kant staat dat is Israël. Deze staan altijd tegenover elkaar in de profeten. Nogmaals, als wij inzicht in de profetische boeken willen krijgen, moet dit feit duidelijk in gedachten worden gehouden. Verder moet het verschil tussen Israël, dus het huis van Israël, en het huis van Juda kennen. Als dit in de juiste verhouding wordt onderscheiden, zal de Heilige Schrift voor u een grote en de juiste betekenis krijgen. En dan zult u beseffen dat het woord van de Heilige Geest is ingegeven en door God geïnspireerd. Als wij de Bijbel goed lezen, dan zien wij dat het goede plan van God is dat zijn volk Israël, waar u en wij deel van uitmaken, hij heeft dat ook gezegd met een opdracht. Want God heeft geen adoptiekinderen. Ik herhaal het maar weer, omdat het zo belangrijk is. Dat Gods woord ons brood is, maar dat ook de niet-Israëlvolken behoren tot de kruimels die dat wel mogen eten. Dat hebben we net kunnen lezen in het hoofdstuk
15, vers 24. Wij concentreren ons op heidenen. Dat is al eeuwen zo. En aan die heidenen, die moeten wij beëvangeliseren. Alle Nederlandse zendelingen gaan heel graag naar Afrika, naar India, noem die landen maar op. En ze geven veel tijd en zorg uit. Ze hebben het altijd bezig met die heidenen. Kijk maar in uw eigen land, waar ze meer bezig zijn met die heidenvolken, die Syriërs, die Ethiopiërs, en die allemaal hier maar binnenkomen, om daar voedsel en kleding en huizen aan te geven en geld, al die zorgen. Maar ze laten hun eigen volksgenoten, bejaarden, zieke mensen, arme mensen. We hebben bijna 1 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven. Dat is verschrikkelijk. Er zijn kinderen die zonder brood en voedsel naar school gaan 's morgens. Maar daar hebben we natuurlijk geen boodschap aan. Onze overheden zijn internationaal gecoördineerd. Die denken, wij moeten die wereldleiders volgen, zoals Rutte en Pechtold. En 33 jaar heeft koningin Beatrix daar in diezelfde Illuminati mensen gewerkt. Om die mensen macht en kracht in de wereld te geven. Maar haar eigen land heeft ze heel slecht geregeerd. Willem-Alexander ging ook naar de Bilderberg-conferentie. Dus hij heeft zijn grootvader, zijn dochter en zijn kleinzoon, heeft hij in dat gore, smerige internationale politiek gebracht, die alleen maar uit zijn op hun eigen belang. Ik zeg dat overduidelijk, omdat ik dat weet. Ik heb daar veel studie ook naar gedaan. Maar wat belangrijker is, de Bijbel leert dat ook. Dat we strijden tegen machten en overheden die door de duivel worden aangestuurd. Ja, mensen willen niet in God geloven, dus ze geloven ook niet in de duivel. Maar als je nou naar de wereldgebeuren kijkt in ons eigen land, hoe hufterig wij als volk geworden zijn, hoe mensen zich gedragen, is ongelooflijk. Er is geen liefde meer onder ons volk, allemaal eigen ik. Ze laten zich vol tatoeëren, ze zuipen zich helemaal klem, ze spuiten zich helemaal suf en snuiven zich helemaal suf. Tot in de hoogste toppen van onze regering zijn mensen. Er zijn rechters die homo zijn, die kinderporno lezen. Af en toe druppelt wel eens naar buiten. U moet dus weten wat er in die hoge kringen afspelen. Maar ja, als God zegt, mijn woord willen ze niet kennen, want mijn volk gaat te gronden door gebrek aan kennis, dan is het ook dat ze niet willen studeren. Ook niet in hun eigen geschiedenis. Ik preek al 40 jaar tegen muren. Ons volk wil niet luisteren. Maar op een dag gaat ons volk ondervinden dat hun verschrikkelijke zonden, zoals homofilie, abortus, slechte huwelijken, scheidingen, kortom. Het is ongelooflijk wat ons volk vandaag de dag doet. Wat goed is, is slecht. En wat slecht is, is goed. En als je daar probeert daartegen te preken, dan ben jij degene die discrimineert. Nou, dat is heel goed. Ik discrimineer heel graag. Want discrimineren betekent onderscheid maken. En een man en een vrouw zijn niet gelijk. Dus een man en een man kunnen niet trouwen. Dat is een gruwel in de ogen van God. Een vrouw met een vrouw trouwen is een gruwel in de ogen van God. Trouwen met andere volkeren is een gruwel in de ogen van God. En daar krijg je bastaarden van. Kijk maar naar die leider van GroenLinks, die is een bastaard. Zelfs Geert Wilders is een bastaard. En een bastaard zou niet in de gemeente komen des Heren. Dat hadden onze geestelijke leiders al lang moeten weten. Maar ze doen het dus niet. Ze vermengen graag, ze doen maar graag en het gaat maar door. Daarom is het belangrijk om goed dat woord van God te kunnen bestuderen, om tegengas te kunnen geven. Dat is wat ik doe met het geven van deze studies. Nou, we gaan kijken. Verder. Gods woord zegt ons dat op de vooravond van de wederkomst van de koning van Israël er geen bekeerd heidendom zal zijn. Juist het tegenovergestelde. Het huidige heidendom is in opstand. Kijk maar naar Denk en die andere moslims. Het is die Turken en kijk naar die Marokkanen en die anderen. Een heidendom dat beraadslaagt om Gods volk, dus u en mij, te vernietigen. Maar u heeft dat niet door dat Turken behoren tot de stam van Esau. Dat is die tweelingbroer van Jacob. En dat is iemand die verwekt is door de tegenstander van God. Dat is Satans bloed. Dat woont en werkt in ons land. En schreven het van de daken.
Als zij de overmacht krijgen in Nederland, bent u, blanke Nederlander, verloren. Maar u wil het graag. En een mens krijgt wat hij graag wil, toch? Maar ik blijf strijden. Want in Psalm 2, vers 1 tot 3 staat, waarom woelen de volkeren en zinnen de natiën, dus die heidenen, op ijdelheid? De koningen der aarde scharen zich in slagorde, moet je je voorstellen. Ze beramen een aanval op die noordwestelingen, het is die Europeanen, die echte blanke mensen, in slagorde tegen de heren en zijn gezalden. Dus ze zijn tegen de God van Israël en zijn gezalden. Wat nou gezalden betekent christenen. En wat zeggen zij? Laat ons hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. U moet Pechtold maar zien in de Tweede Kamer. Wat hij doet. Die vrouw die vermoord is, die heeft gezorgd dat vrouwen zich vrij kunnen laten aborteren. Meer dan 30.000 kinderen worden per jaar in de moederschoot vermorzeld, vergruizeld. Dus nou willen ze weer een pil hebben, waardoor je lekker uit het leven kan stappen als het je niet meer bevalt. En het gaat nog veel verder. Ze hebben die homo's laten trouwen. En het grappige is dat je dan ziet in zo'n partij dat er ook homo's en lesbiennes tussen zitten. Natuurlijk doen zij wat hier staat in Psalm 2, vers 1 tot 3. Daarom wil Pechtold niet samenwerken met de ChristenUnie. Omdat die daar volgens het woord van God tegen zijn. Maar ja, die zijn zo klein, die willen ze wel even vermorzelen in die Tweede Kamer. Maar goed, wanneer wij kijken naar onze kerken, dan zien we dat zij streven naar vrede en broederschap tussen moslims en joden, enzovoort. Wij slaan onze armen om de nek van die heiden en roepen mijn naaste. Maar achteraf verachten zij ons omdat wij bezig zijn buiten het patroon van God. Nee, wij hebben geen gemakkelijke boodschap. Juist in deze tijd van inmenselijke verhoudingen. Van een volk, één godsdienst, zeggen ze al in 1940 ook niet. Men heeft de profeten en de Heer Jezus en zijn apostelen vervolgd en gedood ter willen van de waarheid. Wij leven in een precies dezelfde tijd van vervolging. Uw keus kan zijn om samen met de stroom mee te gaan en met elke kerk of groep die de vermengingsevangelie verkondigt. En dat niet is volgens Gods woord en opdracht. Maar u kunt ook het evangelie van het koninkrijk, namelijk het herstel van Israël, verkondigen. Dat is de opdracht die God ons heeft gegeven in Matteüs 24, vers 14. Gaat heen, maak al de Israëlvolkeren tot mijn discipelen. Ons wordt geleerd dat na de kruisging alles is veranderd. Jezus' opdracht is geheel anders geworden. Zijn werkmethode is veranderd. Nee, lieve mensen, dat is een pertinente leugen. We kijken naar Gods onveranderlijke plan. Jezus' plan en werkmethode verandert nooit. Wanneer wij kijken naar Gods woord, dan zien wij dat Jezus zeer nauwkeurig volgens de profeten heeft gehandeld. De schrift vertelt dingen over hem die belangrijk zijn voor onze tijd. De profetieën die nog steeds vervuld moeten worden. Diezelfde schrift is nog steeds dezelfde. Het draait om Jezus en zijn volk Israël. Voordat zijn volk Israël, dus ook ons volk, daar deel van uitmaakt, maakt de Bijbel, moeten wij die dan ook verstaan. We moeten weten wat de schrift bedoelt. Daarom lezen wij in Handelingen 1, vers 1. Mijn boek heb ik gemaakt, Theophilus, over al wat Jezus begonnen is te doen en te leren tot op de dag dat hij werd opgenomen nadat hij de apostelen, die hij had uitgekozen door de Heilige Geest, zijn bevelen had gegeven. Aan wie hij ook zich na zijn lijden met vele kenteken levend heeft vertoond, 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. Wat is nu het Koninkrijk van God? Dat is vandaag een twistpunt onder christenen. Als je de term Koninkrijk van God in de Bijbel opzoekt, dan zie je dat het Koninkrijk van God bestaat uit een volk waar de Heere over de komst heerst als koning.
Zie maar in Lucas 1, vers 31 tot 33. Dit is niet de hoop alleen voor Israël, maar voor alle volkeren. Op de manier van God en niet op de manier zoals het nu verkondigd wordt in preken en politiek onderwijs. We leven in een geweldige tijd en de hoofdreden daarvoor is de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Maar omdat de Bijbel niet goed begrepen wordt en verkeerd wordt uitgelegd, zitten wij nu in deze ellende. Als wij ons werkelijk tot de Heere bekeren, dan moet deze onze houding zijn niet mijn wil of mijn kerkleer of mijn traditie, niet de manier die mij uitkomt, maar Gods manier, Gods plan, daar moet ik mij aan onderwerpen. We gaan eens kijken in Handelingen 1 vers 4 tot 6. En terwijl hij, Jezus, met hen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader, dat hij zei wat hij van mij gehoord heeft. Want Johannes doopt met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden. Waar zijn nou al die kerkmensen die met de Heilige Geest gedoopt worden? Ik ken er maar weinigen. Heel weinig. Nou, en niet veel na vele dagen, na deze, zij dan, die daar bijeen gekomen waren, dat waren dus zijn discipelen, vroeg hem weer, herstelt gij in deze tijd de kerk? Oh nee, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Hey. De discipelen stelden Jezus de juiste vraag, nadat hij hen had onderwezen over alles wat geschreven staat over Gods koninkrijk. Doen de kerken en andere predikers dit nu ook? Nee, zij hebben een ander koninkrijk op het oog dat niets van doen heeft met een werkelijk koninkrijk van God. Want in hun denken past geen hersteld Israël. Nee, de discipelen hadden geen koninkrijk voor ogen bestaan met alle volkeren der aarde. Want Jezus Christus is immers dezelfde gisteren, heden en in de toekomst. Zo ook Gods plan. Jezus Christus is de Jezus van de profeten. En de profeten spreken van de Messiaans, van de Messias, die zal komen om zijn koninkrijk Israël weer op te richten. En wij leven nu in die tijd van de wederoprichting van Israël als zijn koninkrijk. En ik ben altijd zo blij dat wij een korps zijn van kwartiermakers van dat koninkrijk onder het nieuwe verbond. Het is de mooiste taak in de wereld die een evangelist te doen krijgt van de Heer. Goed, we gaan verder. Handelingen 1, vers 7 tot 9. En hij zei tot hem, het is niet uw zaak de tijden of de gelegenheden te weten, waarover de Vader de beschikking aan zich gehouden heeft. Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt. En dan gebeurt het. En gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem, geheel Judea, Samaria en tot de uiterste der aarde. En dat was in die tijd de Romeinse wereld. Tot wie mochten de discipelen gaan? Zij mochten alles weten over het komende koninkrijk van God, maar niet de dag of uur dat hen zal worden hersteld en opgericht. Getuigen zijn tot het uiterste der aarde wordt altijd foutief voorgesteld. De opdracht was al om de volkeren te maken tot zijn discipelen. Dan rijst de vraag op, wie zijn al die volkeren? Laten wij Handelingen 15 vers 12 tot 17 lezen. En de gehele vergadering werd stil. En ze hoorden Barnabas en Paulus de verhalen van al de tekenen en wonderen die God onder de volkeren, er staat heidenen, maar het moet volkeren zijn, gedaan had. En dat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zei de mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk uit zijn naam uit de volkeren te vergaderen. En hiermee stemmen we overeen de woorden der profeten gelijk geschreven staan. Daarna zal ik wederkeren, let op en dan gaan we het over die volkeren hebben, de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen en ik zal er weder oprichten, opdat het overige deel der Adamieten, dus het gaat om mensen die uit Adam, Abraham, Isaac en Jacob voorkomen, de Heer zoeken en alle volkeren waarover mijn naam is uitgesproken. In nummer 6 kunt u lezen de zegen voor Israël. Spreekt de Heer die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Volgens vers 15 stemmen dus de woorden van de profeten overeen met de bekering van de zogenaamde heidenen. Met andere woorden, de profeten hadden lang voorspeld
dat er een bekering van deze heidenen zou plaatsvinden. Dan moet u weten dat Israël de 10 stammen naar de Assyrische ballingschap zijn verbannen tot op de huidige dag. En ze hebben hun identiteit als Israël verloren. Ze waren Lo-Ammi geworden. Maar het waren nog steeds de kinderen van God. Toen werden ze onder de heidenen gelijkgesteld. En dat hebben ze doorgetrokken tot onze tijd. Heidenen wordt gebruikt door slimme theologen om ons op een dwaalspoor te zetten. Maar er staat gewoon etnos in de Bijbel. En als je een beetje studie maakt, kan je zien wie wel niet Israëlvolkeren zijn en wie wel Israëlvolkeren zijn. Maar dat kost een beetje studie. Goed, dan gaan we eens kijken naar Amos 9 vers 12. Ten die dagen zal ik de vervallen hut van David weder oprichten. Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort overeind zetten. Zie het, het stond al in de profeten. Ik zal herbouwen als in de dagen van ouds, opdat zij beërven de rest van Edom, pas op, hè, daar komt hij, van die valse joden, en van alle volkeren over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de Heer die dat doet. Dus de bekering van deze heidenen is dus niet oprichten van, is dus het oprichten, ik moet even goed zeggen, want door de snelheid waardoor je deze dingen zit te vertellen, kan je gauw een vergissing maken, daar moet ik even voor komen natuurlijk. De bekering van deze heidenen, tussen haakjes, is het oprichten van de vervallen hut van David en Salomo. Want beide hebben over de 12 stammen geregeerd. Maar daar gaat hij. Maar na de dood van Salomo heeft God het rijk in twee delen verdeeld. Namelijk het noordelijke rijk, dat bekend staat als het huis van Israël, dus de 10 stammen. En het zuidelijke rijk, dat bekend staat als het huis van Juda, de 2 stammen. We moeten goed onthouden dat deze scheuring van Davids rijk door God zelf is gedaan. We vinden deze geschiedenis in 1 Koningen 11 en 12. En dit staat bekend als de hut van David die vervallen is. Zo zal deze scheuring van de hut van David, die van God is uitgegaan, ook weer door God worden hersteld. Dus het is Gods werk. Die mensen die niet tot bekering zijn gekomen, deze heidenen, zijn dus geen heidenen in de zin van het woord dat zij buiten Israël zijn. Zij zijn juist Israëlieten die behoren tot die vervallen hut van David. Wie zijn dan die naties waarover de naam van de Heer is uitgeroepen? Laten we een paar teksten eens doornemen. Ik heb al gezegd dat we Numeri gaan lezen, Numeri 6, vers 22 tot 27. Deze zegen wordt weinig uitgesproken in kerken, want ze begrijpen deze zegen niet. En als ze het begrijpen, denken die zullen we maar niet uitspreken, want die is alleen voor Israël bedoeld. En aangezien dit geen Israëlieten zijn, kunnen wij dat niet doen. Er zit ergens een hele rare kronkel in deze gedachte. Nou, de Heere nu sprak tot Mozes. Spreek tot Aaron en zijn zonen. Goed opletten. Zo zult gij de Israëlieten zegenen. Daar staat niet, zo zult gij de heidenen zegenen. De Heere zegene u, hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. Ze zijn u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Zo zullen zij mijn naam op de Israëlieten leggen en ik zal hen zegenen. Dus er is maar één volk waar de naam van God over is uitgeroepen. Israël, de 12 stammen. In Deuteronomium 28 vers 10 staat, dan zullen alle volkeren de aarde zien, dat zien ze nou nog niet, dat de naam des Heeren over u uitgeroepen is en zij voor u vrezen. De rollen worden straks omgekeerd. Nu zijn wij bang voor de heidenen, maar straks is het omgekeerd. 2 Kronieken 7 vers 14. En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, verootmoedigt zich. En zij bidden en ze zoeken mijn aangezicht en bekeren zich van hun boze wegen, wat voor ons volk heel erg belangrijk is. Dan zal ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land herstellen. Met wie spreekt de Heer? Met Israël. Dit moet met genoeg teksten zijn om aan te tonen dat alleen over Israël Gods naam is uitgeroepen. Nu gaan we weer naar ons tekstvers. Maak al de volkeren, dus natiën, tot mijn discipelen. Wie zijn die natiën? Dat zijn die natiën waarover zijn naam is uitgeroepen, want Jezus zegt, ik ben slechts een zonde tot de verloren schapen van het huis van Israël. Ook de zendingsbrieven zijn aan Israël geschreven. Als wij onze opdracht wenden tot die zendbrieven, dan
dan zien wij dat de discipelen Jezus' opdracht letterlijk hebben uitgevoerd. Er zijn genoeg boeken en brochures geschreven om dit te staven. Zij gingen naar de verheidense schapen van het huis van Israël. Deze verheidense schapen worden door theologen en predikers nog gezien als heidenen, dus als niet-Israëlieten. Maar dat staat niet in Gods woord. God heeft geen verbond met heidenen. Integendeel, hij zal zelfs oorlog voeren tegen heidenen vlak voor de wederkomst van de Messias van Israël. Het hele testament, het Nieuwe Testament wel te verstaan, is gericht aan Israël. Daarom heeft Jezus zijn discipelen opdracht gegeven om te gaan tot de verheidense schapen van het huis van Israël als grootste opdracht om hen weer in de schaapskooi van de goede Heer terug te brengen. Lees Ezechiël 34. Dit is ook deze opdracht als Ecclesia Evangelicorps. Ons volk erop wijzen wat de profeten zeggen. Maar wat zeggen nu onze tegenstanders? Zij halen triomfantelijk Markus 16 vers 15 aan. Dat ook spreekt van een grote zendingsbevel. En hij zei het hem, gaat heen in de wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping. Wie gelooft en zich laat dopen, zal behouden worden, maar wie niet gelooft, zal veroordeeld worden. Nu zeggen zij tegen ons, wat heb jij nu te zeggen? Er wordt gesproken over het ganse mensdom, over de hele wereld. Maar laten wij opnieuw naar de schrift kijken. In Colossenzen 1 vers 23 staat, indien gij slechts wel gegrondvest en standvastig blijft in het geloof en u laat afbrengen van de hoop van het evangelie dat gij gehoord hebt en verkondigd is in de ganse schepping onder de hemel en waarvan ik Paulus een dienaar geworden ben. Kijk nu naar Paulus' zendingsreizen rond de Middellandse Zee tot aan Brittannië toe. Dat was het toenmalige einde der aarde. Dus Paulus is rondgegaan onder de ganse schepping van zijn dagen. En heeft het evangelie verkondigd zoals het hem was opgedragen. Hij ging niet naar China, Afrika of welk ander continent ook. Nee, hij ging naar West-Europa. Er zijn meer betekenissen als we spreken over de ganse schepping die wij goed moeten begrijpen. Nog een tekst in Lucas 2 vers 1. In de Statenvertaling. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van de keizer Augustus dat de hele wereld beschreven zou worden. Was dit waar? Nee, niet zoals het daar geschreven staat. Nee, want de wereld van Augustus bevat alleen het gehele Romeinse Rijk en in zijn dagen, zo genoemd werd het Romeinse aarde. Kijk ook op uw kaart, dan zie je dat de Brittannië in die dagen het uiterste der aarde was. Het woordje wereld in de Bijbel heeft verschillende betekenissen. Als iemand ziek is en op bed ligt, dan zegt men al vrij snel zijn of haar wereld is klein geworden. Zo zijn er legio voorbeelden te noemen. Nee, we moeten bijbels denken. We moeten bijbels denken volgens Gods plan met zijn wereld, zijn koninkrijk en dat is Israël. En wanneer dit hersteld is, dan zal God verder de gehele kosmos, de wereld, aarde, vernieuwen naar zijn belofte. Maar Israël is de eerste prioriteit van de tijd waarin wij nu leven. Jezus heeft zich niet vergist toen hij over de naties sprak, zo ook niet zijn discipelen. En daarom is het voor ons van groot belang dat ook wij weten waar naartoe wij moeten gaan om Jezus verheil op te volgen in onze dagen. Het gaat om de naties waarover zijn naam is uitgesproken. Zij moeten tot bekering gebracht worden en worden onderwezen in Gods reddingsplan, omdat God met Israël een nieuw verbond heeft gesloten. Maar dat weet Satan ook. Daarom heeft hij zijn gehele strijdmacht in werking gezet om te verhinderen dat het ware evangelie van het koninkrijk wordt gepredikt. Hij maakt het belachelijk, verblindt de mensen met het doel het te verbergen, zodat Gods volk in duisternis zal blijven. O ja, van Jezus mag gesproken worden. Zelfs het Joodse volk mag als uitverkoren worden beschouwd. Maar vertel niet dat Nederland behoort tot het niet-Joodse deel van Israël. Een gedeelte van de verloren schapen. Dan valt de hele theologische wereld over ons heen. En wij worden beschuldigd van het brengen van een valse leer. Men wil geen herstel van een zuiver Israël, maar van een verbasterd koninkrijk.
De gehele westelijke wereld ligt onder vuur van de duivel, omdat hij weet dat de verloren schapen van het huis van Israël wonen en wachten op herstel. Zijn koninkrijk loopt ten einde. We staan op het randje van een derde wereldoorlog, de finale strijd tussen licht en duisternis. De duivel zal alles in het werk stellen om ons te misleiden en om door te kunnen gaan met zijn smerig plan. We kijken dikwijls naar de televisie en we zien dan ook de verschrikkelijkste wapens, maar het is nog maar kinderspel bij wat ons nog te wachten staat. Als Jezus niet zal ingrijpen in die dagen, zal niet ingekort worden, zal er geen vlees behouden worden. Nou, zoals mens en dier zullen omkomen. Maar terwille van die uitverkoren, dat is Israël, zullen die dagen worden ingekort, staat in Matteüs 24, vers 22. God moet zijn plan voltooien. Het is niet Satan die zal triomferen, maar Jezus. Hij zal de vervallen hut van David weer oprichten om dan als koning te heersen tot in eeuwigheid. Wij als moderne Israël hebben onwetend van onze eigen identiteit gezegd. Jesaja 63 vers 19. Wij zijn geworden als degene over wie God van oud niet heeft geheerst, over wie uw naam niet is uitgeroepen. Maar een van de mooiste beschreven liefdesverklaringen van God aan Israël vinden wij in Jesaja 16, vers 8. Toen kwam ik voorbij en zag u en zie, de tijd der liefde was voor u gekomen. Ik spreidde de slip van mijn kleed over u en bedekte uw naaktheid. Ik ging onder edele verbond met u aan, luidt het woord van de Heer, en gij werd de mijne. Het herstel van Israël. Wanneer zal God zijn heilige naam weer aan Israël teruggeven? God heeft eerst een ernstige klacht tegen zijn volk, maar dan gevolgd het geweldige herstel van zijn volk Israël. U moet op uw gemak eens lezen Ezechiël 36 vers 20 en de volgende verzen. In Ezechiël 39 vers 7 lezen wij: ik zal mijn heilige naam bekendmaken onder mijn volk Israël. Ik zal mijn heilige naam niet meer laten ontheiligen. En de volken zullen weten dat ik de Heere ben en heilig ben in Israël. In deze tijd van afrekening met Gog en Magog zal God zijn heilige naam bekendmaken onder zijn volk. Dat kunt u lezen in Ezechiël 39 vers 25 en 26. Tot slot lezen we ook nog een keer die prachtige tekst in Ezechiël 37 vers 27 en 28. Daar zegt God: mijn woning zal bij u zijn. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En de volkeren zullen weten dat ik de Heere ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Dit zal gebeuren nadat Israël tot bekering is gekomen en Israël en Juda weer één volk zullen zijn onder koning Jezus. Eén volk voor de Heer, als we ook alle andere schriftgedeelten grondig hebben bestudeerd, zullen we zien dat Jezus weer op de troon van zijn vader David zal zitten om een eeuwigheid te heersen als koning over gans Israël. Israël heeft Gods naam verloren, zijn feestdagen, ja, zijn sabbatten en vele andere dingen die eerst hersteld moeten worden. Als laatste nog twee prachtige teksten uit het boek Openbaring. Dat heb je als je de tijd moet bijhouden, want de tijd gaat zo vinnig en snel. En ik wilde altijd graag dat mijn boodschap altijd ongeveer in een uurtje zou klaar zijn. Goed, ik ga naar Openbaringen 3 vers 12. Lieve mensen, het is zo'n belangrijke tekst. Het zijn zulke belangrijke dingen. Die Bijbel is zo ontzettend belangrijk voor ons. Jezus zegt: wie overwint, hem zal ik maken tot de zuil in de tempel van mijn God. En de naam van de stad mijn Gods, het nieuwe Jeruzalem, dat uit de hemel nederdaalt van mijn God, en zijn nieuwe naam. In een Openbaring 19 vers 12. En zijn ogen waren een vuurvlam. En op zijn hoofd waren vele kronen. En hij droeg een geschreven naam die niemand weet dan hij zelf. Als u de Bijbel gaat bestuderen. En u ziet dat die God van de Bijbel de God van Abraham, Isaac en Jacob is. Hij is de schepper van Abraham, Isaac en Jacobs volk. En dat u daar deel van uitmaakt. Dan komt u zelf vanuit de eeuwigheid
En dan bent u bestemd voor de eeuwigheid. Over alle andere volken staat dat namelijk niet geschreven. God heeft één volk gemaakt, het Adamitische ras. Men roept altijd alle volken zijn gelijk, maar dat is helemaal niet waar. Een neger is niet gelijk aan een blanke. En een neger is niet gelijk aan een Aziër. En een neger is niet gelijk aan een Eskimo. God heeft alle volken geschapen en heeft gezegd dat het goed is. Maar hij heeft één volk geschapen die uit zichzelf is voortgekomen. Hij zegt, laten wij mensen maken, Adamieten maken. En uit die Adam, Abraham, Isaac en Jacob is een uitverkoren volk geboren. God heeft het gevormd tot een koninkrijk van priesters. Maar we hebben dat verknald. We hebben altijd onze eigen wil gedaan. Israël had machtig en heerlijk in deze wereld kunnen regeren. We hadden de zegeningen van God over de aarde kunnen zijn. Het tegenovergestelde hebben we gedaan. We wilden gelijk zijn aan de andere volkeren. En we zijn diep, diep tragisch terechtgekomen in de modderput, in de slijk. We zijn overgegaan van het rijk van God naar het rijk van Satan. Dat staat ergens in de Bijbel. Als we verlost worden, worden we uit het rijk van Satan naar zijn koninkrijk overgedragen. Wie wilde nou leven onder de tucht van Satan? Wie wil dat nou eigenlijk? Wie wil nou zo graag liegen en overspel plegen en zuipen en alles wat maar kan? Wie wil dat nou zo graag? Waarom haten jullie God zo, het Nederlandse volk? Waar verdienen jullie Satan met vreugde? Waarom is al die ellende? Waarom zijn al die ziekten op de wereld? En dan roepen jullie, en als God er nou geweest was, en dan zus en dan zo. Nee, de schuld ligt niet bij God, de schuld ligt bij u. U, als u niet kiest voor Jezus van Nazareth, als uw verlosser, dan gaat u voor eeuwig verloren. Rijkdom zal u niet helpen, arm ook niet. Er zijn geen mogelijkheden om deze wereld te ontvluchten en de eeuwigheid in te gaan. Het zal niet lukken. U gaat of naar de hemel, of naar de hel. Een gulden middenweg is er niet. Want met de goede voornemens zijn we op weg naar de hel. Het gaat om een hartstikke belangrijke hartsverandering. En ik blijf het oproepen. Ik ben maar een hele eenvoudige evangelist. Maar in mijn leven heb ik ervaren dat die God van Abraham, Isaac en Jacob waar is. Ik was ook een zondaar. Ik had ook verloren kunnen gaan. Maar ik ben gered voor de eeuwigheid. En ik heb studie gedaan in het woord van God. Het is niet makkelijk om te geloven. Het is niet een fluitje van een cent wat je even doet. Het is een hele hartsverandering. En het veranderen van denken ligt daar. Maar ik weet, en het woord van God bevestigt dat, dat wij het kunnen halen. Kies voor Jezus. Kies voor de eeuwigheid. Voor uzelf, voor uw kinderen, voor uw familie. Maar wat ook belangrijk is, voor uw eigen land. Houdt u niet van uw eigen land? Moeten we als Nederlandse volk ons maar laten overwoekeren door buitenlands onkruid? Wil u dat? Wil u een godslogende regering hebben? Op wie kunt u dan vertrouwen? Op een politieke partij? Op uw kerkelijke herders? De kerken lopen leeg. Elke week gaat er wel ergens een kerk dicht. Word wakker. Laat het licht van de Heilige Geest uw hart bestralen. En zeg bij uzelf. Misschien heeft die kolonel wel gelijk. Ik hoop het van harte en wens u dat toe in Jezus' naam. Amen.